durven niet meer met open vrachtwagen te rijden. Want we zijn een aantal weken geleden al vanwege de honger aangevallen. In Dagboek Corona volgt de Telegraaf een groep Nederlanders midden in de samenleving. Zij proberen er het beste van te maken in deze uitzonderlijke tijden. Hi, mijn naam is Chantal Bakker. Ik ben 33 jaar en woonachtig in Amsterdam. Hoi, ik ben Robert. Ik ben medeoprichter van C2B. Ik ben Odiel Horjes, oorspronkelijk afkomstig uit de Achterhoek. Maar ik woon sinds een aantal jaren met mijn zoon in Puerto Plata aan de noordkust van de Dominicaanse Republiek. We hebben hier momenteel enorm veel problemen. Vanaf 16 maart hebben we al een avondklok ingesteld gekregen van de regering. Er mag niet gewerkt worden en in een derde wereldland betekent dat dat er onmiddellijk honger is. Vandaar dat ik met onze Rotary Club direct in activiteit ben gestart en wij per week 225 families eten brengen. En we gaan nu met Bianca en Ries op pad om deze zakken alvast hier in de buurt uit te delen aan wat oudere mensen die anders absoluut geen ondersteuning zouden krijgen. Ik heb 2 kinderen, een zoon en een dochter, dus een mooi koningspaar. Mama gaat even voor jou inloggen, dat je je schoolwerk kan gaan doen. Het is gewoon apart, je bent ineens niet alleen moeder, maar ook catering en juf en ja, eigenlijk van alles tegelijk. Niet te moeilijk nadenken, 3 rozen plus 4 Afrikaantjes, hoeveel is dat? 3 rozen. Is 4, 5, 7. Ondertussen zijn er ook weer van die dingen die me uiteraard ook wel gewoon irriteren. Zoals het principe dat je de hele dag moet luisteren naar verhalen over tekenfilms of computerspelletjes die je eigenlijk totaal niet interesseren. We gaan werkelijk overal naartoe met de zakken met eten. Dit is een gedeelte wat volledig wordt vergeten. We durven niet meer met open vrachtwagens te rijden, want we zijn een aantal weken geleden al vanwege de honger aangevallen door mensen die het eten van ons mee wilden nemen. U ziet het hier achter. Is er een rivier. Deze mevrouw zijn beide blind. En die wonen hier prachtig. Maar er komt hier helemaal geen bezoek. Er komt hier helemaal niemand helpen met eten. En vandaar dat wij hier iedere week naartoe komen. Deze kerktoren. Daar zijn onze werkplekken. We zijn aangekomen op een werkplek. C2B is een digital content agency. En vandaag de dag. Ja, tijdens deze coronatijden is alles wel heel erg digital, zou je kunnen zeggen, want er is ook niemand op kantoor aanwezig. Ja, en een potje tafeltennis, moet je maar even zo. Ik ben trouwens niet helemaal alleen op kantoor aanwezig. Dit is Macho. Ik heb niet het gevoel dat hij echt weet dat dingen heel erg anders zijn, maar voor mij nu als ondernemer, maar ook gewoon persoonlijk. Ja, kan je toch wel zien dat de corona op heel veel manieren impact heeft gehad. We hebben hier allemaal mensen die ons helpen met het distribueren. Dus we brengen hier nu 3 tassen naartoe en die gaan dan door de buurt heen. Hier kun je kijken hoe het er binnen uitziet bij deze dame. Dit is het enige wat ze hebben aan water. Deze is al helemaal leeg. Hier zit nog maar een heel klein laagje in. En dit is de muur van het huis van deze mevrouw. Het is heel belangrijk dat we hier eten naartoe brengen. Want het brengt niet alleen eten naar de mensen, maar het brengt ook een stukje hoop. Het werkt tegen depressies.
We zorgen er op deze manier voor dat de stress bij de mensen thuis niet al te hoog wordt, zodat we minder problemen hebben met spanningen in het gezin zelf. En op die manier dragen we een steentje bij, niet alleen maar aan mensen die honger hebben, maar ook aan het hele geheel waar mensen heel gefrustreerd van raken en heel depressief. Wat me wel echt opvalt is dat ik meer tijd, energie en ruimte moet vrijmaken voor het opruimen en schoonmaken van mijn huis. Het voelt echt alsof ik daar nu veel meer mee bezig ben dan voorheen. En dat stoort me wel een beetje. Ik vind het gewoon irritant. Ik raak een beetje het overzicht kwijt daardoor. Weet je, als je het einde van de dag denkt van oké, nu is alles opgeruimd en schoongemaakt. Weet je dat je de volgende ochtend gewoon weer helemaal opnieuw moet beginnen eigenlijk. Mama wilde eigenlijk eventjes vragen of jullie eerst even je slaapkamer wilden opruimen. Nee. Ja. Nee. Maar mama gaat het ook niet doen. Ik ben nu extra dankbaar voor de juffen en meesters. En ik denk alle andere ouders met mij. Voor het werk dat ze doen. Ze zijn toch ook bezig met het opvoeden van onze kinderen. Zo waardevol. Wilt u ook graag uw verhaal kwijt in Dagboek Corona? Mail dan de redactie op het e-mailadres series@telegraaf.nl.